Dat zijn ze eieren. Dit is de Tetema 4. Die heb geen handschoen natuurlijk. Ik heb wel een handschoen, maar geen gele. En toen de kevers weg. Kijk. Zomaar. Oh, zo'n tuin rolt toch iets weg. Hierover niet, kennelijk. Dus we hebben een tuimelaar, een geel gerande. En de spinnende. En de spinnende waterkever. Het visje opeten. Ja. Dat zijn de drie, zeg maar. Dus die is de vies. Hij heeft dingetjes bij, duw er eens eentje weg, kijk wat hij doet. Eentje weg, hoor. Hij houdt gewoon vast. Ik ben nu aan het eten, Koen. Ja, ik heb hem maar na het eten. Ben je aan het filmen? Probeer eens eentje weg te jagen. Oké. Wat wil ik dus? Dus met het gele halsschild en de rubbeltjes zijn de geel geranden. Ja. Degene met het witte spul op de buikzijde en de iets grotere bruine met de gele rand is de tuimelaar. En de allergrootste die je hier ziet is de spinnende waterkever. En die zitten nu een witvis op te eten voor hem. Dus een spinnende waterkever is niet altijd maar een plant te eten. Nee. Je wordt nieuwsgierig.